Once again, watch the light and beware of Mr. Dynamite daar voor de 3-4 game. Oh, hij gaat niet voor die hoekschop, altijd voor die sprongen. Leon Leuke, Balraven zit er aan. Nu zit het op zijn fiets en denk van ik neem het zeker voor het onzekere. Ik doe mijn wieltjes, de zijwieltjes eraan vast. Dan komt het goed, dan ga ik in ieder geval niet op mijn plaat. Het is Leon Balraven dus hier aan de leiding. Cosenza, de geduchte tegenstander hier in deze halffinale op 2. Dan Heven, heel verrassend nog op plaats nummer 3. Lange, nieuwe neus daar op plaats nummer 3. Oh! Een tijdje op die kring is ook Leon Balraven onderuit, is een kans gegooid voor een finale. En Cosenza die kijkt achterom, die denkt wat gebeurt hier nou? Dan is het op 3171 Martin Maas en Postuma, Hendrik Jan Postuma, die door het valpartijtje dan mee mag en mee kan naar de finale. Gelukkig zit Balraven weer op de fiets. Jongens, ja, hij schrijft naar zijn hoofd. Hoe kon ik dat nou doen? Waarom ga ik nou inderdaad weer zaken forceren die misschien helemaal niet nodig zijn? En was je